is nu nog een uur tot de volgende training. Dus is het tijd om wat werk te doen. Ik denk dat veel mensen altijd denken dat de typische topsporter zo wat de leeghoofd is die niets met zijn tijd doet buiten slapen en trainen. Bij mij is dat zeker niet het geval, bij de vele anderen ook niet. De meeste, of sommigen van jullie weten wel dat ik veel bezig ben met fotografie en design. Op dit moment ben ik aan het werken aan een design voor mijn foundation back on track. Voor een banner die in het ziekenhuis zou moeten komen. Ik zal vanochtend een keer tonen wat dat mijn ideeën zijn tot nu toe. Ja, ik ben aan het brainstormen over wat dat er allemaal kan. Voor de rest ben ik ook nog met andere projecten bezig. Waarvoor dat ik foto's trek en designs maak. Dus ik kan mij graag bezig. En ik zit heel graag achter mijn computer. Vandaar dat ik ook informatica gestudeerd heb. En af en toe in plaats van te werken durf ik ook wel een keer te gamen. Maar nu heb ik even wat werk te doen. En dan is het binnen een uur tijd voor training nummer 2. En ja, als ik mijn uurtje rustig achter mijn computer zet, dan ben ik uitgerust genoeg om die tweede training weer vol een bak aan te gaan. En we zijn weg voor training 2. Jepla! Let's do this! We hebben even moeten wachten met training, een uur ongeveer, omdat het serieus aan het stormen was. Ondertussen is het relatief droog, maar het weet wel al donker te worden. Dus vlug wat voortdoen, dat ik mijn training kan afwerken voordat we weer volledig in het donker zitten. Samen gaan we over videospeltjes spelen. And the tender song between the flesh and the thunder's roar. There is a godly state where the real and the dream. Mijn trainingsdag zit erop voor vandaag. Ik moet dringend mijn bed kruipen, want morgen om 9 uur staat de volgende training op het programma. Ik hoop dat jullie iets geleerd hebben, hoe dan een dag als Sienkamper eruit ziet. En dan niet alleen op de piste, maar ook naast de piste. De laatste 5-6 maanden hebben er ongeveer uitgezien zoals vandaag. En ook de volgende maand gaat er nog zo uitzien. Vanaf dan begint de wedstrijd en is het voor mij belangrijker om iets frisser te zijn. En wedstrijdritme op te doen. Dus ik hoop dat jullie iets geleerd hebben. En dan hoop ik jullie te zien op de piste deze zomer. Ciao! Between.